Systems, ondersteuning van de integratie van wetenschappelijke technologie en wiskunde in het secundair onderwijs voor Suriname, heeft in het afgelopen weekend een tweedaagse minibeurs georganiseerd. Het project van secundair en technisch onderwijs en ondersteuning wordt gefinancierd door de Islamitische Ontwikkelingsbank. Volgens Fania Brouwmuller, Focal Point Systems, probeert de organisatie leerkrachten en leerlingen bewust te maken van STEM-onderwijs. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. En met behulp daarvan willen we dus het onderwijs interessant maken, leuk blijven houden, want leren is leuk. Dus vandaar dat we bezig zijn met dit project en in het kader daarvan dan deze minibeurs hebben georganiseerd in de vakantie. Systems is een project dat vorig jaar, dat is dus in 2022, rond november, is opgestart. En binnen dat project zijn we dus momenteel bezig met 5 verschillende modules, waarbij we master trainers trainen om uiteindelijk het veld in te gaan, om vooral leerkrachten van het secundair onderwijs meer informatie te verschaffen over STEM-onderwijs, zodat ze dat kunnen gaan integreren binnen hun vakgebied, binnen hun les en op de verschillende scholen. Brouwmuller geeft verder aan dat innovatieve collega's door middel van de stands met de kinderen die op bezoek komen op de beurs interactief bezig kunnen zijn met de projectjes. We hebben dan verschillende booths gemaakt waarbij er verschillende experimentjes worden uitgevoerd. En het zijn hands-on experimentjes waarbij de leerlingen zelf bezig mogen zijn. En dus verschillende aspecten leren over STEM-onderwijs. En we proberen al die aspecten die binnen STEM voorkomen dan eigenlijk tentoon te stellen. Zodat ze een feeling krijgen en ze ook nieuwsgierig worden door deze minibeurs. We hebben, als je hier zo kijkt, hebben we de waterzuiveringstent. Waar ze dus leren hoe ze met simpele spullen, dingen die je gewoon op je erf of thuis kan vinden, van vuil water schoon water te maken. Je mag straks even zelf gaan kijken en dan heb je dus echt simpele dingen, steentjes die je op het erf kan vinden, scherp zand. Touwel die je binnen kan vinden. Dus het is echt heel leuk, heel interessant en het is echt simpel. De minibeurs is gehouden in het gebouw van Senasu op het terrein van het ministerie van Onderwijs aan de Cavillidistraat.